De Dom in Utrecht. Hier vertelde dokter René de Reuver, sinds juni dit jaar scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, over de gesprekken die hij voerde met sleutelfiguren in de Nederlandse samenleving. Ook met minister-president Mark Rutte voerde de Reuver een gesprek. Wat viel hem daarbij op? Ja, het is een grote gastvrijheid. Een ruimte die hij maakt is een agenda. Ik had hem eerder gesproken in een verband van de Raad van Kerken. Ik vroeg ook persoonlijk. Zeker. Hij maakte gelijk een vraag aan zijn secretaris van Planet In. Hartelijk ontvangen. Dus dat is gewoon heel plezierig. Iemand die de tijd neemt waar je welkom bent. Inhoudelijk. Grote waardering voor mensen die vanuit het geloof, als christen geïnspireerd, hun bijdrage leveren aan de samenleving. En dus sommige mensen doen wel eens de suggestie van, nou, geloof is alleen maar iets voor achter de voordeur. Voor hem was duidelijk prachtig als mensen zelf geïnspireerd worden en ook een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is tot welzijn van de hele samenleving. En daar was hij dus heel dankbaar voor dat volop gebeurde. En heel positief over.